Welkom bij deze eerste aflevering van Corona Talks. Ik zit hier met Baldwin Polman, directeur Dynamische Taxaties. Welkom, Baldwin. Dankjewel, Servaas. Hoe gaat het met je? Bij mij gaat het goed. Ja, ik zei al, het lijkt een beetje op alsof ik een aardrijkskundeleraar ben, hè, met die landkaart achter mij. Hoe is het met jou? Want dat wil iedereen weten. Zeker. En in ieder geval gaat het heel erg goed qua gezondheid. Want daar wil ik het als eerste maar even over hebben. Ook met mijn gezin. Ik heb twee jongens en mijn vrouw. Dat zijn gelukkig allemaal gezond. We hebben wel wat in de directe omgeving wat mensen die helaas ook corona hebben gekregen. Ze zijn gelukkig nog niet overleden. Maar je ziet toch opeens dat er... Dat het een enorme impact heeft. Mijn schoonouders die bij ons regelmatig langskwamen, die zijn aan huis gekluisterd. We brengen ze eten op gerichte tijden. Zelfs de kleinkinderen die worden met mandjes van bovenaf met een touwtje als een soort paashaas. Met Pasen zijn de eerste eitjes naar beneden, naar boven getrokken en naar beneden gehaald. En ja, dus er wordt eigenlijk best wel heel inventief toch naar dat persoonlijke contact gekeken. En dat is iets wat je natuurlijk in deze tijd best wel heel erg mist bij mensen, ook bij mezelf. Natuurlijk is de gezondheid natuurlijk essentieel, maar dan komt ook je gevoel, je persoonlijke dingen. En dan denk je, ja, weet je, hoe gezellig is het om met je collega's, je vrienden op pad te gaan, elkaar te ontmoeten in horecagelegenheden of wat te drinken of wat te eten met je vrouw of je kinderen. Ja, dat kan dus allemaal niet. Dus dat zijn allemaal best wel beperkingen. Maar ja... Hoe erg is dat? Nou, we gaan er toch vanuit dat het tijdelijk is. Dan is dat wel goed, denk ik, te overbruggen. Je merkt ook dat je in de, op straat zie ik het langzaam weer wat drukker worden. Betekent dan dat mensen zeggen van ja, we houden ons niet meer aan de regels? Nee, ik denk dat de eerste angst wel verdwenen is. De anderhalve meter wordt echt heel stringent vastgehouden. Oké, door een paar jongeren misschien niet. Maar ja, dat maakt niet uit. Want elke regel lappen ze aan hun laars. Dat deden we vroeger ook, hè, Servaas. Dus ja, dat moet je ze ook maar niet kwalijk nemen. En gelukkig zitten ze ook niet in de gevaarlijke zone, hè, die jongens. Dus, ja. Maar dus dat is dus persoonlijk. Ja, en weet je, ik heb dan het voordeel dat ik vlakbij bij de duinen en het strand woon. Dus ja, daar ben je dan wat vaker. Je ziet ook dat er tussen 6 en 7 loopt dan meestal met de hond. En vroeger zag ik helemaal niemand. En nu zie ik daar gewoon ook vaak dezelfde gezichten weer voorbij komen. Je gaat op een gegeven moment weer, je gaat elkaar leren kennen. Dus dat zijn natuurlijk hele gekke situaties. Ik zit ook nog wel eens in de auto om opnames te doen voor inspecties, zeg maar. Ja, files, daar hoef ik dus geen rekening meer mee te houden. Ja, heerlijk. Ik kan gewoon plannen wat de planner zegt, zoveel kilometer. Oké, dan ben ik daar dus ook op tijd. Ja, dus... Er zijn natuurlijk heel veel negatieve dingen en ik denk dat we de complicaties en de implicaties ervan nog niet eens goed kunnen overzien allemaal. Maar weet je, er zijn dus nadelen. Dat persoonlijk contact, er was ook een artikel in de krant van een vrouw die zei, ja, ik heb al 5 weken niemand aangeraakt. Dat vond ik ook wel, die was dus alleen. Dat is iets wat ze eigenlijk onszelf nooit gerealiseerd hebben, wat dat doet met je. Ja, dat is ook iets natuurlijk, we hebben het eerder over gehad. Het is misschien ook makkelijk praten voor als je een goed huis hebt met een tuin misschien. Je kunt de duin in, je hebt een gezin waar je mee kunt praten. En voor sommige mensen is dat natuurlijk een hele andere situatie. Als je alleen zit of in een klein flatje met 3 kinderen juist. Dat zijn hele andere situaties. Maar ik begrijp dat jij toch wel ook opnames doet in deze tijd. Ja, dus vertel eens, gaat dat gewoon door? We hebben daar ook zelf stringente regels voor aangehouden. En dat doen wij ook als wij dus interne inspectie hebben. Kijk, voor lege staande panden is dat geen probleem. Dan moet je vaak de sleutel ophalen en dan moet je tekenen. Nou, dan teken die pen die daar ligt, die raak ik dan niet aan. Je hebt je eigen pen bij je. Weet je, de sleutel, die maak je even schoon. Allemaal dat soort dingen. Is dat heel erg onpraktisch? Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Het staat er klaar, iedereen houdt er rekening mee. Nou, en dan zo'n lege woning, dat is dus geen probleem. Op het moment dat je een bedrijfsruimte waar mensen in zitten en kantoor houden, die bezichtig ik ook en die inspecteer ik ook, alleen wel onder mijn voorwaarden. Dus ik zeg van, joh, ik wil sowieso dat in de ruimtes waar ik kom, dat er geen andere mensen zijn. Ik wil zelf de mogelijkheid hebben om door het gebouw heen te lopen. Niet dat er iemand continu op een meter achter me loopt of dingen. Ik wil wel, misschien dat bijvoorbeeld in bepaalde ruimtes dat ik daar naar binnen ga. En dat ik dan weer degene die mij begeleidt op 3-4 meter staat. Dat ik wel vragen over kan stellen. En zo kan je dat eigenlijk best heel praktisch doen. Het kost iets meer tijd. Want normaal gaat het natuurlijk sneller. Maar je houdt iets meer rekening met elkaar. Maar aan de andere kant, het kan wel. Het is niet uitgesloten. En
ja, toch wil je van tevoren ook even checken. Want als de mensen hoesten, als ze verhoging hebben. Ja, ik heb niet zelf een thermometer. Ik ga er vanzelf. Ik heb wel mijn eigen meetlamp bij me en noem maar op en zo. Nou, voor de anderhalve meter. Maar ja, weet je, je gaat ook een beetje uit van het goede van de ander. Dat hij gewoon niet het overdraagbaar brengt. Dus dat kan gewoon. Ja, ja, ja. Wat kan er niet? Waar merk je echt de beperking op dit moment? Nou, ik heb het natuurlijk over dingen die gesloten zijn. Ik moest de laatste, ja. Kreeg een opdracht voor een horecagelegenheid, waarbij het wel afhankelijk is van hoe het er van binnen uitziet. Dus dan hebben we een afspraak gemaakt van, oké, ik ga er buiten langs, ik neem de externe opname en ik vraag aan de huurder of de eigenaar, afhankelijk van wie er, de gebruiker, om foto's te maken van specifieke ruimtes. En om die dan met ons te delen. En ja, daar betekent dat je een stukje... Oké, dat hoort erbij, hè? Dat is ook ja, dat hoort erbij. Van het huiswerk, hè? Is oké, okay, Baldwin. Ga door. Ja, dus ja, en dan ga je vanuit dat... Dat is ook een soort vertrouwenskwestie. Ja, en als dat dan anders is, je probeert er het beste van te maken. De gebruiker die denkt, oké, okay, ja, waar is dat dan voor nodig? Wat voor foto's? Nou, dat leg je dan uit. En dan krijg je ze en dan denk je, oké, okay, is dat voldoende? Maak foto's daarvan. Dus je, ja, zo ontnemen je ook natuurlijk een beetje het werk van je. Maar zo probeer je dat zo praktisch mogelijk op te lossen. En zeg maar, adaptatie van nieuwe technologieën. Je hoort veel, inderdaad wat jij zegt, er worden foto's, misschien wel filmpjes gemaakt. Ik neem aan dat de sneltreinvaart neemt, nu je eigenlijk ook vaak gedwongen wordt. Omdat, nou, om die middelen te gebruiken. 4 weken geleden had ik nog nooit van, 4 weken geleden had ik nooit van Zoom gehoord. Teams wist ik dan wel, maar ja. Zoom helemaal niet. En zo zijn er nog 4, 5 andere dingen. Heerlijk, en daar kom je eigenlijk ook gelijk op het verhaal van, ja, wij bij ons op kantoor zitten met 20 man. Er zijn 3 mensen op kantoor. Dus als ik morgen op kantoor kom, dan kan hallo, is hier iemand? Ja, en het gaat in principe, nou gewoon wil ik niet zeggen, maar het loopt wel door. Dus dan komt natuurlijk aan de vraag van, ja, is dit nu tijdelijk of is dit iets voor de toekomst? Ja, ja, daar wil ik het graag met je over hebben. Heel even nog over die taxaties, want hoe lastig is het als bijvoorbeeld inderdaad zo'n horecatent, daar komt helemaal geen huur, of er komt helemaal geen, er zijn geen klanten. Dus er zijn helemaal geen inkomsten. Dus hoe ga je dan daarmee om bij een waardebepaling? Bij, nou, precies. Dat betekent dat je dus met de bank, vaak is het een bank, want het, ja, de aan- en verkoop, dat wordt allemaal wat lastiger in dit segment, zeg maar. Hetzelfde geldt voor winkels. Daar komen we zo misschien nog even op. Maar voor de horeca, ja, uiteindelijk ga je ervan uit dat weer dingen wel mogen. En is dat niet over 6 maanden, dan is dat over 12 maanden. Ja, en doe eens gek over 24 maanden. Nou, dat is dan wel heel ver. Ik vind als je kijkt van waar wij stonden 6 weken geleden met alle onzekerheid. En dat we nu langzaam alweer een beetje aan het afschalen zijn, zeg maar. Maar wel heel erg doordacht. Dan, dan heb ik daar wel weer vertrouwen in dat die horeca uiteindelijk ook wel weer open gaat. Dus je moet dan eigenlijk van, ja, wat is dan je afslag die je neemt voor deze corona? Nou, de afslag is vrij stevig. Omdat je natuurlijk, ja, 0 inkomsten. En ja, zoals je weet, bij horeca is cashflow, het omzet maken en daar uiteindelijk winst en huur kunnen betalen, et cetera, essentieel. Dat is het niet. Ik heb een aantal horecavrienden. Ja, die hebben strandtenten, die hebben huurhuisjes. Ik dacht eerst dat de huisjes nog open mochten, maar dat mocht niet meer. Ja, dat is gewoon een drama. Die zijn nu dingen in plaats van dat je bij hun komt om te zitten, zijn ze nu aan het toeleveren. Dus allerlei maaltijden. Dus de inventiviteit van de ondernemers gaat een enorme rol spelen. Maar ja, je wordt wel keihard geraakt hoor. De onzekerheid is echt heel hard bij dat soort partijen. Wat vind je eigenlijk van die intelligente lockdown? De manier hoe het kabinet dit aanpakt? Ja, wij zijn Nederlanders en wij zijn eigenwijs. Wij laten ons niet overroelen door een man die een bril op heeft en die minister-president is en die zegt wat wij moeten doen. Dus wij accepteren het alleen maar op het moment dat wij er ons in kunnen vinden en mee kunnen gaan in die redenatie. Ik heb in het verleden ook vaak bij bedrijven geweest in het buitenland. Dan heb je, en dan gingen nog mensen wel eens lunchen in lunchtafels. Dan zat de directie op een aparte vleugel boven, verheven. In Nederland, die gaat gewoon net zo goed aan die boven tafel. Die denkt, hey, lekker uitzicht, ik zit hier prima. Dat hij denkt, dat is van ons allemaal. Weet je, is dat Nederland is stront eigenwijs en die accepteert dit alleen maar als een intelligente lockdown. Dus als, en daarvoor zegt hij ook, mensen, 17 miljoen Nederlanders,
Het is ook aan jullie. Hij probeert ons mee te nemen in het denken. En ik denk dat hij daar ontzettend goed in is. Vertrouwen is 68-69% in de minister-president. Zo hoog is het nog nooit geweest. Nooit. Ja, bizar. Ja. En is die vent dan zo goed? Ja, hij is zo goed omdat hij weet wat er toch speelt bij de Nederlander. Ja, maar toch hoor je daar nu wel wat kritiek over. Maar goed, dat is waarschijnlijk ook Nederlands. Het moet niet te lang goed gaan. Hè? Want, je wil hem best eventjes op een podiumpje zetten. Ja. Maar op een gegeven moment moet hij gewoon weer come down to earth. Hè? Zo, ja, want je hoort ook nu ook wel geklaagd van ondernemers. Die zeggen van ja, hallo, maar is er ook perspectief voor ons? Wanneer mogen wij weer open? Ja, maar wat zegt hij ook? Wacht even, kom met een plan. Als branche, kom met een plan. Wij kunnen het wel gaan bedenken. Dat kunnen we niet met zoveel mensen. We kunnen niet voor elke branche. Maar kom met een plan wat logisch is. En dan gaan we dat beoordelen. Ja. Dus de ondernemers, dus die bioscoop, daar had hij het ook over. Hè? De bioscoop, nou, je leest daar nu ook wat over. Gaan die open binnenkort? Ja dan nee. Tandartsen, dingen. Dus ja, hij legt het heel veel bij de ondernemers, bij de branches. Om daar met die specifieke mogelijkheden die het biedt. Kom daarmee alsjeblieft naar ons toe. Want wij hebben niet de wijsheid in pacht. Ja, en net zei je iets interessants, want toen zei je van, we komen er eigenlijk achter dat door deze crisis komen we erachter dat we bepaalde dingen doen, het deden die we eigenlijk niet per se meer hoeven te doen. Als je naar jouw privé, of wat je nu aan het doen bent, dit soort gesprekken, als corona straks voorbij is gewaaid en we mogen weer lekker naar buiten, wat blijft er in ieder geval volgens jou? Nou, wat vooral blijft is zeg maar, dit soort gesprekken wat wij nu hebben. Moeten we daarvoor een afspraak maken? Moeten we daarvoor elkaar zien? Kijk, ik heb ook al gezegd, ik vind het prettig persoonlijk contact. Maar het is een beetje afhankelijk van het type afspraak. Kan het zeg maar, dus er wordt een afweging gemaakt, veel meer dan vroeger. Waar je geneigd bent om in de auto te stappen en elkaar te zien. We hebben vanuit Dynamis hebben wij onze 13 partners, verdeeld over 40 locaties in Nederland. Ja, die willen we vaak ook een paar keer per jaar zien. Nou, dan komt iedereen tegelijkertijd in auto's, file, irritatie, geen parkeerplek, auto ingebroken op die openbare parkeerplek, die naam is gedaan. Zo kan ik nog meer ellende opnoemen. Ja. Terwijl ze eigenlijk op deze wijze, kan je ontzettend goed doen. Dus dat werd ook, ik heb ook zo'n CRT-vergadering, zoals dat heet, doen we dat dan. Dat heb ik voor het eerst zo gedaan. Maar als je dan een beetje goed de leiding neemt en iedereen zijn zegje laat doen, zonder dat het door elkaar als een soort Poolse landbouw wordt. Ja, dan zegt iedereen van ja, even opmerken. Wij willen graag dat dit eigenlijk in de toekomst alleen maar zo gebeurt. Ja, want dan hebben we namelijk een starttijd van 10 uur tot 11:30. En om 11:30 zorg ik ook dat iedereen klaar is, want dan is het lang genoeg. En dan ben je 1,5 uur bezig geweest en dan kan je weer verder. Nou, hoe praktisch is dat? Dat gaat nooit meer weg, ben ik van overtuigd. Ja, en als je kijkt naar het vak van de makelaar en taxateur in jouw geval, wat voor dingen gaan daar veranderen, denk je? Hierdoor, door deze crisis. Wat daar gaat veranderen is vooral bij ons het interne proces. Kijk, als je ziet wat je als taxateur, heb je een aantal acties die je moet ondernemen. Het begint al met een opdrachtbevestiging. En dan ga je informatie verzamelen. Dan ga je inspecteren. Dan ga je referenties zoeken. Je gaat dan een rekenmodel maken. Je gaat je rapport maken en dan is het klaar. Nou, even gechargeerd gezegd, dat zijn de onderdelen. Nou, die onderdelen die zijn al 30 jaar, want ik zit al meer dan 30 jaar in het vak. Ja, dat speelt nog steeds. Alleen, het is nog wel zo dat wij in een, zeg maar, branche zitten die zeer traditioneel is. Zeer traditioneel. En omdat wij zo traditioneel zijn, is het dus ook heel veel ruimte om daarin te vernieuwen. Nou, een van mijn vernieuwingen is natuurlijk het standaardiseren. Het automatiseren. Hoe ga je daarmee om? Dat heb ik door de drukte en vaak de inspectie die veel moet rijden, door het land, et cetera, is dat wel eens een beetje op de achtergrond geraakt. Dat ligt nu midden op mijn bureau nu, als een van de dingen om op te pakken. Waarom? Het betekent dat het proces straks over 6 maanden, de feitelijke dingen worden nog wel gebeurd, maar hoe het is ingedeeld, dat wordt een heel groot verschil. Het wordt veel efficiënter, je gaat dus veel meer kijken van, nou, wat kan ik wel, wat wil ik niet, in wat voor tijd kan ik dat realiseren. Nou, en wat voor winstpunten kan ik daaruit halen? Ja, onlangs sprak Jurie van Geest, die ken je denk ik wel, bij ook zo'n digitaal congres. Erg leuk.
En daar zei hij onder andere wat hij wel vaker zegt, wat een populair standpunt is over de makelaars, taxateur. Nou, over een tijdje dan kan ik digitaal door een huis of een bedrijfsruimte lopen. Krijg ik alle data over dat gebouw, krijg ik. Een AI rekent het voor me uit. Bla bla bla, virtual reality, kan ik zien hoe het wordt. Al die technieken bij elkaar. Jullie moeten andere banen zoeken. Ja, zeker. Sommigen, ja. Sommigen wel, of misschien wel de meeste van ons. Kijk, het mooie is, hetzelfde bij de makelaar als bij de taxateur. Er zijn heel veel dingen die geautomatiseerd kunnen worden. Precies wat je zegt, wat ik net al zei met bezichtigingen, ja. Laat ik door de gebruiker doen. Nou, en zo kan het nog veel verder gaan. Ja. Alleen wat heel erg belangrijk is, en dat geldt straks ook nu, of dat geldt vooral voor deze tijd waar een crisis is, of waar een recessie aankomt, waar grote onzekerheid is. Dat is leuk, al die feiten. Maar wat zit er emotioneel nou? Wat speelt er nou? Dat zie je niet op een filmpje. Wat speelt er in een omgeving? Wie woont er? Wat leveren gevoelens? Ik was laatst bij een gebouw, dat was een jaar geleden. Het is een prachtig gebouw, van tevoren allemaal uitgezocht. Google Maps, weet ik veel. Kadaster uit. En denk, nou, ik heb mijn taxatie eigenlijk al klaar. Ik ga daarheen. En ik denk, hoe kan dat gebouw zo laag gewaardeerd zijn? Ik rijd daarheen. Ik zie het gebouw staan, prachtig. Ik doe de deur open. Ik denk, gadverdamme, stinkt dit. En wat blijkt, ja. Is dit gewoon een slachterij. Ja, zit achter dingen. Ja. Het is altijd vaak zuidwestenwind. Die wind, ja, niemand wil daar zitten. Want het is één grote smerige. Dat zie je niet van je virtual. Dan kan je zeggen, ja, dat is dus heel wat anders. Dan dat je dat allemaal vanuit de systemen doet. Dus de menselijke slag zal altijd nodig zijn. Alleen de handelingen worden niet meer door de mens gedaan. Dat vroeger ook door de mens gedaan. Dus daarin zie je dus de beperkingen. Dus dat betekent dat wij het aantal taxatierapporten kunnen, die wij persoonlijk moeten doornemen, zal vergroten, omdat je handelingen anders worden en minder worden voor één taxatie. En betekent dus uiteindelijk ook dat er minder taxateurs nodig zullen zijn. Hè? Omdat het werk beperkter gaat worden, omdat er veel geautomatiseerd wordt. Of anders, kijk, een taxateur, ik heb ook al aangegeven dat, ja, wat is de rol van een taxateur? En je hebt een taxateur, maar je hebt ook een valideur. Wat is het verschil? De taxateur die doet meer echt het feitelijke werk, het onderzoek en noemen. En de valideur die gaat langs en die heeft allerlei feiten. En die valideert of die feiten correct zijn. En die kan ook nog aangeven van wat de bandbreedtes eventueel moeten zijn. Dus betekent dat je in plaats van 200 objecten per jaar taxeert. Of langsrijdt, fysiek langsrijdt, want je taxeert er wel natuurlijk veel meer. Maar dat er misschien 1000 worden. Ja, ja. Dus de invulling wordt anders. En ja, ik denk uiteindelijk dat mijn vak nog veel leuker wordt. Het is al zo leuk, maar het wordt alleen maar leuker. En dat na 30 jaar, wat mooi. Ja. Je zit 30 jaar in het vak, dus je hebt het echt volgens mij de persoon aan wie je dit moet vragen. Want als je een beetje losgaat van de rol van de taxateur, welke veranderingen zie je nog meer op het gebied van vastgoed? Als je bijvoorbeeld over wonen of winkelen of kantoren hebt. Nou, ik heb daar een stukje over geschreven naar een aantal opdrachtgevers, want die vinden dat ook leuk om weleens te horen. Ja, we hadden het net over de horeca. Ja. De horeca is wel iets belangrijks waarbij we elkaar ontmoeten. En een ontmoetingsplaats is essentieel voor ons als mens. Want daar gedijen we bij. Hè. Daar kan je hebben over grote feesten. Je kan het allerlei noemen, maar ontmoeten. Elkaar ontmoeten, dat is belangrijk. Dat kan op het werk zijn, dat kan persoonlijk zijn, in familie, et cetera. Dus dat is zo'n ontmoetingsplaats, die zal er altijd zijn en altijd blijven. En welke hoedanigheid is, dat weet ik niet, maar die zal er altijd zijn. Winkelen is wat anders. Winkelen is natuurlijk al jarenlang, wordt er gezegd, het bestellen via internet, het bezorgen, et cetera. Ja, dat gaat een enorme groei doormaken. Dat is 5, 6 jaar of 10 jaar geleden werd dat gezegd. Die groei die was helemaal niet zo groot als men eigenlijk als gebleken is. Alleen nu hebben we een mega probleem. We mogen de winkels niet meer in. Er zijn winkelsketens gesloten, et cetera. Je ziet opeens dat er een verandering in de markt eigenlijk versneld wordt. Ja. Dus een crisis veroorzaakt, en dat is het vervelen van een crisis, is dat er heel veel mensen gedupeerd worden en heel veel pijn geleden wordt in gezinnen, bij families. Dat kan financieel zijn, dat is ook door deze, ook fysiek, gezondheid, en dat is echt een drama. Maar het goede uit elke crisis is dat je weer met nieuwe elementen komt, dat de wereld toch anders is geworden en dat de invulling ook anders zal zijn. En zo een soort evolutie van de winkelbranche is nu gaande. Het overal maar zoveel miljoen vierkante meter winkels hebben in Nederland, staat natuurlijk nergens op. Dus er worden keuzes gemaakt. Waar ga ik heen als consument?
waar ik fysiek nog heen wil, dat is dan vaak toch weer die ontmoetingsplaats. Waarom? Je wil even terug naar je lokale slager. Dat is ook een ontmoeting. Tuurlijk ga je daar vlees kopen, maar het is ook een ontmoeting met die man of vrouw. Je krijgt, hey meneer, hey Servaas, hoe is het met je? Wat zie je er goed uit? Ja, ik ben weg geweest. Ik zit in de Betuwe ergens in de middle of nowhere. Oh, leuk je weer te zien. He? Ja, dat zijn contacten waar je denkt, ja, die 20 cent die dan duurder is, dat maakt mij niet uit. Dus dat zijn keuzes. Dus grote winkelcentra, de Mall of the Netherlands, ja, heeft natuurlijk een beetje pech dat hij in deze tijd zich aan het ontwikkelen is. Met gigantische, die is juist gebaat bij heel veel mensen op elkaar. Dat mag niet. Nee. Ja, dat is mega. Maar je kan je ook al vragen, maar dat willen we wel. Ja, willen we dat? Ja. Nou, kijk, ik ben daar toen nog voor de crisis geweest. En ik zag daar mensen lopen die niet gingen winkelen, die gingen daar verblijven. Ja. En die werden daar geëntertained. En die kocht dan een ijsje, daar heb je straks een bioscoop, een bowlingzaal, je kan restaurants hebben, weet ik veel. Dus mensen gaan erheen, hetzelfde als bij Centro. He, dus ja, het is gewoon het is een bij elkaar komen. Dat was vroeger het centrum van een stad. Maar door vaak de, dat is ook wel belangrijk, dat je de, alle grote winkelketens die kwamen, dat het karakter van een stad eigenlijk veel meer verdwenen is. En dat al die steden op elkaar gingen lijken. Dat zijn allemaal dezelfde ketens. En dat je eigenlijk alleen maar het karakter van een stad bij de aanloopstraten had. He, daar zaten de ouderwetse ondernemers die vroeger in het centrum zaten. Die werden door al die ketens eruit geconcurreerd vanwege de huurprijzen die ze niet konden betalen. En die zijn weg naar de aanloopstraat gegaan. Wat zie je? Die ondernemers die gaan straks weer het centrum maken. En die ketens die zijn straks allemaal weer weg. Nou, dat klinkt wel mooi eigenlijk. Maar dat is ook zo, daar heb ik vertrouwen in. Want dat is weer bij elkaar komen en weer terug elkaar versterken. Dit is een doodsteek voor grote ketens als Zara en H&M. Of gaan die volledig online, denk je? Precies. Die zullen nog wel vestigingen houden, maar niet het aantallen die ze nu hebben. En dat ze dus ook. Dus de lokale ondernemer zal zich weer veel beter kunnen gaan onderscheiden ten opzichte van die grote ketens. Sterker nog, dat moet hij doen om te overleven. Maar dan moeten die huren wel omlaag. Want die kleine ondernemer kan natuurlijk niet op die A-locatie in het centrum gaan zitten. Jij zegt het. Dat was een vraag. Oh, dat was een vraag. Nee, die huren die kunnen misschien, die kunnen vast nog wel. De eerste slag van de huren, even terug naar de crisis van 2008, is een financiële crisis. Daar werden de mensen geraakt, dus vooral dat de banken gesloten waren. Dus een hele andere crisis dan deze. Dat wil niet zeggen dat het gevolg straks hiervan hetzelfde kan zijn. Dat denk ik niet. Maar dat was een financiële crisis, waarbij dus ook mensen gewoon geen geld hadden om het uit te geven. Toen zag je heel erg die winkelmarkt. Nog wel met de locaties, daar gebeurde er nog niet eens zoveel mee, maar dat de huren al onder druk kwamen. Dus er zijn al heel veel huurprijzen naar beneden gegaan. En totdat weer langzamerhand de economie weer ging stijgen, toen gingen die huren ook weer niet overal, maar wel in de goede gedeelte van iedereen, zie je ze gewoon weer groeien. Ja, dat zal nu in een crisis zal dat wel weer zakken, maar ik sluit niet uit dat straks die huren weer op die oude niveaus komen. Alleen het aantal winkels op die hoge huren, dat zal wel afnemen. Ja, en dat wordt dan verblijfsruimte, horeca, wonen. Ja, wat is nou een boekenwinkel tegenwoordig? Wat doet een boekenwinkel? Ja, die verkoopt boeken. Nee, die verkoopt helemaal geen boeken. Dan ga je een kopje koffie drinken, toch? Ga je een kopje koffie drinken, word je geëntertained. Hè? Krijg je boekbesprekingen, krijg je clowns treden op, om de kinderen weg. De geur van boeken. Hè? De geur, precies. Het is een entertainment. Het is een entertainment center. Ja. Maar ik hoorde even tussen de regeltjes door dat jij dus in de V-vorm gelooft. Jij denkt dat dit... De V, ik heb toen bij de vorige crisis, we hadden ze ook over de V of de W, hè? Misschien kan je dat nog herinneren. En toen hebben we in 2010 een klein upje gezien. En toen in 2010, 2011 was er woem, was het weer naar beneden. En pas van 2013, 2014 ging die pas weer omhoog. Ja. Ik vrees dat op het moment dat wat Rutte nu gedaan heeft heel wijs is, en daarvoor zijn ondernemers het er niet mee eens, dat die willen snel maar aan de slag, dat begrijp ik. Maar op het moment dat je het nu wat vrijer laat en te veel loslaat, dat dan die epidemie opeens weer om zich heen gaat slaan, hebben we veel groter probleem. Gaan we veel strenger restricties aangeven dan we nu doen. En dan raken we onze vrijheid die we hebben, dat we eigenlijk wanneer wij willen naar buiten kunnen,
Als wij willen gaan fietsen, kunnen we fietsen. Als wij willen gaan lopen, kunnen we gaan lopen. Dat wordt dan allemaal aan banden gelegd. Ik denk dat we dat niet moeten winnen. Ja, nou, oké. Maar die V-vorm, daar geloof jij dus in. Jij denkt dus dat dit een tijdelijke dip is, dat het niet uitmondt in een grote financiële crisis waar we nog jaren in zullen zitten. Nou, dat is weer het andere uiterste. Ik ben zeker positief. Alleen die I-vorm is dat, hè? Dat je gewoon noodweg naar beneden gaat. Nee, maar in die I-vorm geloof ik niet, want het gaat uiteindelijk altijd weer beter. Uiteindelijk komt er een bodem die bereikt wordt. En dan langzaam, dat is ook het overlevingsmechanisme van de mens. Als de mens meer negatief denkt dan positief, waren we lang uitgestorven. Heel belangrijk, hè? Dus de mens is altijd positiever. Dus laten we daar maar van uitgaan dat dat ook nu geldt. Alleen, wat wel realistisch is dat die banken, de mensen, heel veel mensen hebben straks geen baan meer. We hebben nu nog 3 maanden worden gesteund door de overheid. Dat we 90% van ons inkomen krijgen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Want en dan ga je dus toe naar de bedrijven die wel dus blijkbaar de kracht hebben om te overleven. En dat kan in elk segment zijn. Nou, dat zijn dan misschien wel hele traditionele bedrijven, maar dat kunnen ook totaal nieuwe bedrijven zijn. En de middle of the road, om het zo maar te zeggen, wat al in het verleden langzaam een beetje aan het uitsterven, dat heeft de versnelling gehad. Ja, je moet je gewoon onderscheiden en anders dan heb je geen bestaansrecht. Ja, hey, tot slot wil ik nog even naar de andere twee vastgoedsegmenten met je gaan. Wonen. Ik kan me zo voorstellen, we hebben natuurlijk een enorme verstedelijkingstrend gehad, hè, de afgelopen jaren. Ja. Iedereen wilde op die toplocatie in de stad wonen. In kleine appartementjes misschien wel. Ik kan me zo voorstellen dat sommige mensen nu in het appartementje zitten en denken van ik wil eigenlijk ook wel weer naar buiten. Ik zit nu noodgedwongen, maar ook wel erg fijn in de Betuwe. Alle ruimte hier, alle groen, lekker het gras maaien op zaterdag. Zondag mag het niet. Het zou zomaar eens kunnen dat ook een soort trendbreuk veroorzaakt. Zie jij dat ook? Of denk je dat echt een tijdelijk... Absoluut, absoluut. En vooral heeft dat te maken met het sociale aspect. Ik denk dat je ook goed moet beseffen dat als je in een stad wonen, kan je zeggen, woon je allemaal gezellig dicht bij elkaar. Maar heb je vaak ook nog een hele asociale gedachte. Namelijk van, het geluid van mijn buurman wil ik niet horen. De troep van die andere buurman die wil ik niet zien. En je ziet dan, van, terwijl je eigenlijk nu met elkaar te maken hebt, dat je meer gedoogt van elkaar, omdat we weten dat we in een vervelende situatie zitten. Je accepteert meer. En dan ben je dus ook bereid om misschien wel meer waarde te hechten aan dat groen. Wat in het verleden was van, ik wil dicht bij mijn werk wonen. Maar waarom wil je dicht bij je werk wonen? Omdat je die reistijd niet meer wil. Maar die reistijd heb je straks niet meer, want wij zitten ook nu te zoomen. Dus hoezo reistijd? Dus de beperking van het tijdverlies wat je leidt in dat heen en weer commuten, dat ben je gewoon kwijt vroeger en nu niet meer. Want dat kunnen we op deze wijze invullen. Dat is nu algemeen geaccepteerd, gaat nooit meer weg, zal alleen maar versterkt worden. Dus ik denk zeker dat het in het groen wonen, waar jij nu ook zit, dat je bij jezelf denkt, ik ben mijn huis aan het opknappen, maar waarom, misschien wil ik hier wel wonen eigenlijk. Ja, en meer mensen. Maar goed, dat betekent wel wat ook voor beleggers. Hè. Die zullen toch ook, hè, want eigenlijk alles zo'n beetje, of de meeste locaties in de stad, zat je wel safe. Hè, want je hebt die verstedelijkingstrend, mensen willen in de stad wonen. Dat gaat waarschijnlijk veranderen. Nee, dat gaat niet veranderen. De stad zal altijd blijven trekken. Dat zal dat zie je in elke decennia, millennium, et cetera. Dat gaat ook zo, hè? Dat gaat ook altijd zo. En uiteindelijk heb je net zoals met wonen goede locaties en minder goede locaties. Ja, dat werkt met al dat onroerend goed. Alleen de druk die zo enorm op de markt was, die is wat minder. En dan krijg je bijvoorbeeld bij de zogenaamde krimpgebieden, want dat is ook belangrijk, waar iedereen, de verstedelijking, iedereen gaat naar de steden toe, dat men gaat denken van misschien wordt dat wel een beetje gestopt, die krimp. Nou, en dat betekent dat andere gebieden weer verbeterd worden. Dus dat zijn weer mogelijkheden. Het wordt weer een andere verspreiding. Dus laten we zo zeggen, we hebben een hele mooie vijver. Daar is door de corona nu een gigantische baksteen in gegooid. En dat gaat, hè, en er moet weer evenwicht komen. En welk evenwicht dat precies is, want het waterpeil is gestegen, dan loopt het weg, hè, waar zijn de rondingen, waar komt weer ander water. Dat is een hele mooie gedachte, zeg maar, wat er met deze crisis nu gaande is. Tot slot kantoren, 1,5 meter. De kantoortuin, is die voorbij, denk je? Ja, ik zag ook dat andere collega's daar iets over gezegd hebben. De kantoortuin is sowieso iets waarbij je moet afvragen hoe wenselijk dat is. Ik vind het zelf verschrikkelijk, omdat ik nogal hard praat en niet gestoord wil worden. Maar ik wil anderen ook niet storen.
Dus ik vind als je een vak hebt als, ik kwam laatst bij een accountant, kwam ik in de, zeg maar de tuin waar iedereen zat te werken. En ik vroeg aan hem, wat is het hier stil man? Dat ben je niet gewend, want je bent gewend om alleen maar bellende mensen te horen en dingen. Dus ja, dat leidt ook enorm af. Dus ik denk dat die kantoortuinen, die zullen zeker blijven, worden anders ingericht. Afstand zal ook wat meer gerespecteerd worden. Maar wat veel belangrijker is, het aantal vierkante meters. Ja. Het gebruik per werkplek, dat zal volledig veranderen. Door telewerken, wat we nu doen. Door telewerken, doordat je, want nu zeg je, nou je hebt ongeveer 0,6, 0,7 plekken nodig voor je aantal FTE's. Dat gaat misschien naar 0,2, naar 0,3. Want ja. Het werken allemaal onder. Ik werk zelf ook al heel veel onderweg en mobiel. Dus voor mij is dat bekend, zeg maar. Maar dan heb je ook nog eens een keer de intensiteit van dat je misschien wel veel meer toch naar die 24-uurs-economie gaat. Dat je denkt, ja, weet je, ik heb met mijn kinderen, weet ik veel, waarom kan ik niet werken tussen 3 uur 's middags en 10 uur 's avonds? En dat wil jij ook. En jij ook, nou, laten we dat gewoon doen. Dat wordt opeens veel meer geaccepteerd. Dus daar moet nog een evenwicht in gevonden. Maar dat het gaat veranderen en dat het oude weer terugkomt naar het oude, dat is absoluut niet zo. Er komt een nieuw evenwicht, maar wat dat is, zal in de lijn liggen zoals ik nu net aangaf. Einde van de 9-to-5 mentaliteit. En niet meer met z'n allen in die file om 7 uur 's ochtends. Heerlijk. Ja, toch? Heerlijk. Nou, laten we het daarbij houden, Baldwin. Super leuk dat je ons even te woord wilde staan in deze eerste aflevering van de Corona Talks voor Vastgoedmarkt. Dankjewel, Baldwin. Hou je taai. Graag gedaan. Jij ook. En succes daar in de Betuwe. Ja, oké. Dank je. Bye bye.